Even kijken. Ja. Goedemorgen. Even kijken, alles oké staat. Zo, goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga gewoon gelijk van start. Ik ga vandaag ook even met de jellyplate werken. En ik ga jullie een aantal, in ieder geval even weer een andere manier laten zien dan werken met de alcohol inks. Ik gebruik vandaag pan pastel. En dat werkt ook geweldig op de jellyplate. Je kunt er echt ontzettend mooie achtergronden mee maken. Ik ga over het algemeen laten zien hoe ik die achtergronden maak. En dan misschien maak ik nog even een kaart ermee. En anders dan laat ik daarna zien welke kaarten wat je ermee kunt maken. Dus ik ga in ieder geval van start met de jellyplate. Even wat aan de kant leggen. Nou, je hebt dus nodig een jellyplate. Ik bewaar hem in een plastic hoes en tussen printerpapier. Dat werkt voor mij goed. Daar zijn de meningen over verdeeld. Dat is echt heel verschillend. Sommigen zeggen dat je hem echt in de originele verpakking tussen het plastic moet bewaren. Maar dit werkt voor mij heel goed. En dus ik hou het zo. En als je hem tussen het plastic wilt bewaren en dat werkt goed voor je, waarom niet? Dus dat is toch altijd een zoektocht van wat het beste is. Ik heb hier de jellyplate. Echt geweldig spul is het. Ik plak hem even op een acrylplaat. Zodat ik hem zo ook gewoon makkelijk even kan verschuiven. De pan pastel. Ik zal er even een paar open doen. Dus ik heb een aantal kleurtjes uitgekozen om te gebruiken. En die zet ik even gewoon hier neer. Nou wil ik ook alleen even meegeven voor de pan pastel. Mocht je een keertje een doosje hebben, als de pan pastel gebroken is, er zijn ook echt filmpjes te vinden hoe je de pan pastel weer kunt repareren. Dus, want het gebeurt wel eens een keertje, dat is echt heel vervelend, dat die valt en dat het echt gewoon, nou het breekt heel snel, dus het is echt heel fragiel. Er zijn gewoon filmpjes te vinden op internet hoe je hem kunt repareren. Heel simpel, met alcohol kun je hem goed repareren. En het is echt heel makkelijk om te doen, dus even een kleine tip daarbij. Ik heb een sponsje. Je ziet dat ik hier alle kleuren mee heb gebruikt. En dan ga ik eerst even met dit stencil werken. Dat is, deze is van Julia Woning. En ik ga alleen de hartjes gebruiken, want ik ga even een achtergrondje maken voor Valentijn. En ik pak gewoon een sponsje en ik neem wat pastel op. En dan verplaats ik telkens het stencil. Je kunt natuurlijk ook de bloemetjes gebruiken. Je kunt deze rand ook gewoon helemaal gebruiken als je wilt. En ik ga gewoon her en der op de plaat, op de panpastel of op de jellyplate, verschillende hartjes erop doen. Je dept gewoon de panpastel op de jellyplate. Dus dat is in ieder geval de eerste. Dan ga ik er nog even een mooie achtergrond van maken. En daar gebruik ik verschillende kleuren voor. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon heel simpel. Het dekt heel mooi. Dat zul je zo zien als ik daar de achtergrond van maak. Wat leuk dat jullie er zijn vandaag. Ik hoop dat het zonnetje bij jullie er ook al een beetje doorkomt. Het is heerlijk weer buiten. Dus dat is een lekker idee voor straks om even te gaan wandelen.
Zo, ik ga gewoon echt verschillende kleurtjes gebruiken her en der. Het is niet gestructureerd. Ik kijk altijd een beetje van, nou, hier wil ik dat hebben, daar wil ik dat hebben. Dan pak ik deze paarse. Dus als jullie nog vragen hebben of dergelijke, je kunt het stellen. Ik zal proberen ze te beantwoorden. En anders kijk ik later heel even en zal ik daar later een antwoord op geven. Dus de pan pastel hoef je niet alleen te gebruiken om mooie tekeningen of dergelijke mee te maken. Het is echt wel heel erg variabel. Je kunt het ook heel makkelijk gewoon zo op papier doen om achtergronden te maken. Dan moet je hem dus gewoon sowieso nog fixeren daarna. En als je hem op deze manier gebruikt, hoeft dat niet. En dan gaan we even naar de oranje. En nog wat geel. Hallo Greetje, leuk dat je er bent en iedereen. Gezellig. Zo, nou, dit is dus de achtergrond. Ik ga ze wel even aan de kant zetten. Dan ga ik dus, net als anders met het gebruik van de jelly plate, breng ik een acryl laagje aan. Het hoeft maar een heel dun laagje te zijn. Daarvoor gebruik ik nu de Dilutions Paint. Dat gaat helemaal prima. Ik breng gewoon echt een klein laagje aan. Zo'n streepje. Want eigenlijk meer hebben we niet nodig. Hallo Henny, leuk dat je er bent. En ik ga hem uitrollen. Totdat hij goed bedekt is. Dan pak ik zo een printerpapiertje. Die werken heel goed om de achtergronden eraf te halen. Je kunt ook gewoon zwaarder papier gebruiken. Even een papiertje pakken. Dan pak ik dus dat printpapiertje. En dan leg ik hem er gewoon op. Net als andere keren als je de jelly plate gebruikt. Je wrijft gewoon even goed aan, zodat de verf zich goed hecht aan het papiertje. En dan ga ik hem er afhalen. En voilà! Dit is in ieder geval één achtergrond al die je kunt gebruiken voor je kaart of dergelijke. En ik vind het wel leuk met de hartjes voor Valentijn eventueel. Of in ieder geval een hele liefdevolle kaart te sturen. Kan iedereen op dit moment gebruiken. Je ziet dat er nog iets op zit. Ik ga even kijken of ik er nog een printje van af kan krijgen. En de ene keer lukt dat perfect en de andere keer is het wat minder. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb altijd een papiertje hiernaast liggen. Waarmee ik dus de breer gewoon even de meeste verf eraf rol, zodat de verflagen niet, de acryllaag er niet te dik op zit. Dan pak ik even de andere helft van het papier en ook weer hetzelfde. Dus je kunt vaak meerdere afdrukken maken met één voorbeeld. Hallo allemaal, hallo Rini en Eline. Elke, Ellen, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, alleen de tweede print is dan iets lichter. Nou iets, het is behoorlijk wat lichter, maar ook echt heel erg leuk voor een achtergrond. En je kunt zo doorgaan totdat je geen afdruk er meer vanaf krijgt. Dus dat is in ieder geval één achtergrond. Ga ik de volgende even doen. Ik draai hem heel even om, ik maak hem later schoon. Ik ga nu even ook een stencil gebruiken van Dutch Doobadoo. Die leg ik er gewoon
op. En dus allemaal hetzelfde principe. Even kijken. Ga ik met blauw eroverheen. Ook gewoon erop deppen. En ik heb die print er net afgehaald van die andere. De prints die ik net heb gemaakt. Die zijn gelijk gefixeerd. Dat is het voordeel op de jellyplate. Die acrylverf zorgt ervoor dat die paint gewoon gelijk goed geactiveerd is. En ook blijft zitten en dat je hem er niet afveegt. Normaal als je zo met pampastel werkt. En je maakt een tekening of dergelijke. Dan moet je hem echt fixeren. Zodat je dus niet de pampastel weer van je blad afveegt. En dat het dus uit gaat smeren. Dat, daar moet je altijd even bij nadenken. Als je dus met gewoon met pampastel werkt op papier. En dat hoeft nu dus niet. En dit is gewoon echt wat speelser. Je moet ervan houden. Het is natuurlijk wat iedereen zelf leuk vindt. En dat is ook met de kleuren die je gebruikt. Je kunt natuurlijk alles gebruiken wat je zelf mooi vindt om te gebruiken. Even kijken. Ik ga nog oranje pakken. Ja, het is echt... pampastel is best nog wel... hallo Hella. Henny, pampastel is best nog wel veelzijdig. Want dit is natuurlijk één manier. Het is tenminste één manier als je ermee kleurt. Als je er echt mooie tekeningen mee maakt. Het is echt ook geweldig om te zien hoe sommige mensen tekeningen maken met de pampastels. Dat vind ik echt geweldig. Ik probeer het wel, maar mij lukt het nog niet echt. Dat is ook misschien een stukje van geduld wat ik moet opbrengen. Maar dit is ook een leuke manier. En ook gewoon is het leuk wat ik zei om het gewoon op papier te doen. Om daar gewoon met een spons leuke vlakken mee te maken. Alleen dan moet je het fixeren, dat is het enige. Dan haal ik het stencil eraf. En zo ziet het er al leuk uit. Ik bewaar het stencil nog heel even. Zit je te twijfelen om het aan te schaffen? Ja, ik vind het... ik ben er zelf heel blij mee dat ik ze heb. En je kunt ook gewoon heel simpel met minimale kleurtjes wat doen hoor. Ik zou gewoon adviseren om eventueel eerst wat basiskleurtjes te nemen. En mocht je dat leuk vinden dan, dan kun je altijd nog wat extra aanschaffen. Ik heb in het begin ook maar een paar kleurtjes, nou heb ik ook niet veel hoor, maar ik heb een aantal kleurtjes aangeschaft. En dat vond ik zo leuk dat ik gewoon nog een aantal kleurtjes erbij heb gekocht. Die ik leuk vind. Dus zorgen dat je eerst een aantal basiskleuren hebt. Zoals blauw, wit, rood en geel en zwart. Je kunt ook gewoon zelfs met de kleuren nog een beetje mengen. Dus... als je alleen al dat aanschaft, dan heb je een basis en daar kun je ook al wat mee maken. Dus dat is heel erg leuk. Zo, ik ga het weer even aanwrijven. En dit is de volgende print met een stencil. Dus dat. Even kijken. Ik maak hem ondertussen heel even een beetje schoon. Dat in ieder geval de meeste print eraf is, want ik wil nog even wat anders laten zien. Maar je kunt, dit heb ik er nu afgehaald, je kunt hierop nog heel veel verschillende achtergrondjes mee van de plaat trekken. Nou heb ik hier nog kleur op zitten, dus ik doe hem gewoon erop. Dus met de kleur wat nog, de pampastel wat nog aan het stencil zat, dus het moet hier. Als het ware komt het er nog weer van af. Nou ga ik even kijken. Ik ga er een kleurtje even op doen. Dat kan ook. Ik gebruik de Lemon Drop. En dan hoop ik dat je goed kunt zien welke print er nu nog tevoorschijn komt.
Ik heb natuurlijk zo net ook gewoon wit gebruikt. En het leuke is als je natuurlijk gewoon, zoals bij deze prints, kun je dus ook gewoon kleurtjes gebruiken. Zodat de afdruk van de stencil zelf ook nog een leuke kleur heeft. Dan ga ik deze er weer naast doen. Waarmee maak ik de jelly plate schoon? Ja, dat is in principe normaal maak ik hem gewoon schoon in mijn wasbak met een beetje dreft. En er zijn heel veel manieren om hem schoon te maken. Maar gewoon met een dreftlaagje kun je hem ook gewoon schoonmaken. Je kunt hem ook niet schoonmaken. Dat is ook iets wat heel veel mensen doen. Zie, kijk, dit is dus de afdruk. Dit is de afdruk met het stencil. En dit is de afdruk van het stencil. Dus je ziet het verschil dat je dus alle kanten op kunt. Maar het schoonmaken, ja, dat doe ik meestal met dreft. Gewoon lekker even in de wasbak en dan niet alles gaat eraf. Mocht je bijvoorbeeld, even denken, mocht je hier nog heel veel acryl op hebben zitten, dat kan. Dan kun je dus gewoon tape gebruiken. Als je dan gewoon doorzichtig tape hebt, dat plak je hierop. En dan haal je, dat zorg je dat je het gewoon heel goed aandrukt. Het kan verder weinig misgaan. Of niks misgaan eigenlijk. En dan trek je gewoon heel voorzichtig, trek je het eraf. En dan trek je dus de restjes acrylverf die er eventueel nog op zitten. Die al opgedroogd zijn en die je er niet zo af krijgt. Die haal je ermee af. Dus dat kan ook. Dan ga ik naar de volgende. Even zo. Dan ga ik nog even iets anders laten zien. Want dat vind ik dus ook leuk. Je eigen washi tape maken. Dus even een korte. Want je kunt met een restafdrukje kun je dus ook gewoon je eigen washi tape maken. Ik doe het op een acryl of op een dunne doorzichtige plastic sheet. En dan heb ik dus een bijpassend washi tape. Daar gebruik ik ook gewoon heel simpel deze schilderstape voor. Ik ga eerst even een paar stukjes erop doen. Die doe ik gewoon op een, ook op een plastic sheet. Maar dit is een, hoe heet dat? Een lamineer sheet. Ik doe het nu gewoon even zo. Je kunt gewoon het hele vel normaal vol plakken. Maar dit is gewoon puur om het te laten zien. Dus ik leg dit heel even aan de kant. Plak ik gewoon dus op het vel. Want je kunt het heel makkelijk natuurlijk, dat schilderstreep kun je heel makkelijk overal van afhalen. Ook dan ga ik weer even wat kleurtjes toevoegen. Net een beetje wat je wilt, welke kleuren. Of als je een project hebt en je zegt, nou, ik wil eigenlijk wel de washi tape erbij hebben. Ook een heel leuk idee. Dit werkt ook prima trouwens met acrylverf om washi tape te maken. Dat is ook echt heel erg leuk. Want even kijken. Deze heb ik gemaakt met de Amsterdam. Maar die heb ik gewoon opgeplakt en dan ben ik gewoon met Amsterdam acrylic paint overheen gegaan. Heb ik laten drogen en dat om het stukje plastic, op dat plastic vel, de acetaatvel geplakt. Zodat ik dat gewoon kan pakken als ik een felgekleurd project heb. Maar je kunt ook gewoon hele leuke, beetje zachte kleurtjes doen. Dat is ook echt geen punt. Je kunt het zo maken als je wilt. Zo. Die leg ik ook weer even aan de kant. Ga gewoon wit gebruiken. Gewoon hetzelfde. Het zijn allemaal dezelfde stappen die je eigenlijk altijd uitvoert bij de jelly plate. Voor het grote gedeelte om dus de print eraf te halen. Dus wat dat betreft, als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan kun je zelf een beetje gaan spelen met wat je doet. Belangrijk is dus wel, als je dus nu het acrylverf erop voegt om dus je jellyprint eraf te halen met papier. Of op je
op je tape, dan is het dus belangrijk dat je niet te veel paint erop doet. Het belangrijkste is dat je de opdruk gewoon echt nog er doorheen ziet. Het mag echt nog wel minder. Het gaat er eigenlijk om dat de acrylverf als een soort plaklaagje fungeert voor op je papier of dergelijke. Ik pak het vel nu en ik leg het hier op. Hetzelfde principe. Ik veeg het even zo en zorg dat het gewoon plakt aan de tape. En je ziet hem heel lichtjes. Ik heb er dus, ik heb nu dus gewoon te veel acrylverf gebruikt. Ga ik dus even nog veranderen. Sorry voor de herrie. Even kijken. Ik maak even een nieuw velletje. Plak het wel als je bijvoorbeeld dit lamineerfolie gebruikt. Plak het gewoon echt op de glanzende kant. Dus de buitenkant. Dat werkt het beste. En dan kun je namelijk daarna de tape er heel makkelijk afhalen. Zo. Aandrukken. Ga ik hem nog even weer opleggen. Hoop ik dat hij hem helemaal pakt. Ook hier kun je meerdere afdrukken mee maken. Kijk, dat is al beter. Dus als je dat op laat drogen, heb je dus washi tape. Ik zal het even afhalen. Het is trouwens altijd al heel snel droog, dus zie, dan heb je dus een washi tape wat je dus in je project kunt gebruiken of alleen al daar iets van te maken. Dus dat is de volgende tip. Ik ga hier nog even een papiertje overheen halen. Even kijken of dat ik er nog iets af krijg zonder dat ik een acrylverf gebruik. Niet, zie, dus ik heb echt de acrylverf nodig. Je ziet dat het al droog was. Nog een klein streepje. Want het is toch wel een leuke achtergrond. En dan ga ik zo nog even een andere laten zien. Zo. Ik hoop jullie in ieder geval alvast hier wat meer ideeën mee te geven. Wat je dus met de panpastel dus meer kunt doen. En ik zal zo nog even een kleine kaart maken. En dan kun je dus zien wat uiteindelijk het resultaat ook is. Ja, dit is ook leuk. De jelly plate gaat even aan de kant. Een moment, ja. Hier plaatsen. Dus ik zal even laten zien wat ik nu in ieder geval heb gemaakt met de panpastels en het tape. En dan die laatste. Je kunt natuurlijk alle stencils gebruiken die je zelf wilt. Dat is echt helemaal aan jezelf. Ik ga even kijken. Even snel een kaartje maken met. Even kijken. Nou, we hebben die gelaten. Gaat goed. Ik pak deze. Dan ga ik hem even ruim knippen. Gebruik ik deze stempel, de rubber stempels van de bottles van Darkroom Door. Er zitten allemaal verschillende maten stempels bij. En ik vind deze wel leuk. Dat is, ik weet niet of je het zo kunt zien. Even kijken, deze. Zo. Dan ga ik deze achtergrond gebruiken.
Die plak ik later gewoon op een stukje kaartstok. Zodat die gewoon lekker stevig is. Maar om het nu gewoon zo te laten zien, is dat geen punt. Het principe om het op kaartstok te plakken, dat... Zo, de verse Fine Clair inkt gebruik ik ervoor. En ik wil even kijken. Ik vind dit wel een mooiere achtergrond. Even denken. Nee, ik ga deze gebruiken voor de fles. En dan gebruik ik er gewoon de achtergrond voor. Zo. Even aan de zijkant. Deze inkt is nog erg nat, want het is een hele nieuwe pet. Dus ik maak hem heel even droog. Het zou zonde zijn als ik hem gelijk al uitsmeer. Dan gebruik ik de Haberdashery Snip van Tim Holtz. Het is echt een fijn schaartje. Het knipt ontzettend fijn. Ik ga hem gewoon uitknippen. Ik laat een klein randje om het flesje heen zitten. Deze keer. En ook als je natuurlijk al bijvoorbeeld even zegt van nou, ik ga een uurtje met de jellyplate werken. Dan kun je echt een hele leuke stapel maken met allerlei kleuren achtergronden. En dan heb je natuurlijk altijd al zo weer achtergronden liggen om mee te werken. En dat is ook gewoon leuk daaraan. Kijken. Dat is. En ik moet mijn vingers heel even schoonmaken, want het geeft wel flink af. Zo. Die ga ik gebruiken en dan pak ik een bloem die ik al uitgeknipt had. Ja, die past er ook wel bij. Heel goed. En die gaan we gewoon daarop lijmen. Oh. Even een klein beetje hier en daar. Je kunt hem ook eventueel met 3D foam tape plakken. Dat is ook leuk. Maar als je gewoon lekker een snelle kaart wilt maken, is dit ook ideaal. Als je een achtergrondje hebt liggen en je hebt bijvoorbeeld al een paar stempelafdrukjes liggen die uitgeknipt zijn. Dat is ook perfect. Maar heb ik hier niks op gedaan. Dat is niet zo handig. Zo. Oh, dankjewel Sabine. Sorry. Leuk. Ja, ik doe af en toe. Ik ben gastdesigner bij Leuke Stempels. En ik maak af en toe. Of doe af en toe live video's. En dan probeer ik altijd een beetje te variëren. Kijk, hij is nu iets groter dan eigenlijk de bedoeling is. Maar ik vind dat niet erg. Want ik ga er een kaart van maken met een randje eromheen. En hier kun je dus ook nog gewoon accenten aanbrengen. Gewoon heel simpel met een zwarte micron pen. Je kunt het natuurlijk zo maken als je wilt. En je kunt het zo strak maken als je wilt. Als je nou echt wilt dat alles gewoon helemaal perfect binnen dit kader past. Of je moet dan een grotere jellyplate gebruiken. Maar je kunt ook gewoon deze gebruiken. En... bijvoorbeeld een kleiner flesje, want er zit in de set zitten kleinere flesjes. Had ik ook kunnen nemen. Maar dan past het niet zo bij die bloemen. Dan moet ik weer een andere bloem erbij pakken. En ik had dit voor vandaag al voorbereid. Die bloem.
Die bloem is van Katselkraft. Even kijken wat het nummer ook alweer was. Want dat is, ja, deze. De Katselkraft, de Coquillot. Solo 128F. Nou weet ik niet of die nu nog voorradig is. Maar dat weet Hella misschien wel. Ze hebben ook hele andere mooie bloemen. Je kunt ook gewoon echt heel mooi bijvoorbeeld andere bloemen gebruiken. Er zijn zoveel mooie bloemenstempels. Ik zet die weer even weg. Zie, dus dit is al gewoon echt een simpele basis van een kaart. Ik moet hem nog gewoon natuurlijk op wat steviger kaartstok weer even plakken. En dan een leuke tekst erbij. Dat gaan we dus ook nog even doen. Even kijken. Pam, pam, pam. Welke zullen we doen? Tijd voor een opkikkertje. Ja, die blijf ik toch leuk vinden. Die is toch echt wel een van de favorieten. Dat is van de stempelset nummer 3. De leukestempels.nl Textsheet A6. Dus ze zijn niet te groot, niet te klein. Maar er zitten allemaal verschillende leuke teksten bij. Voor heel veel gelegenheden, want er zijn 4 sets met allemaal verschillende teksten. En ik pak gewoon ook nog weer een stukje van dit papier. Tijd voor een opkikkertje. Nou ga ik dat wel even met mijn tonic doen, want als ik niet geconcentreerd ben met het knippen, dan gaat het mis. En het is altijd zo dat ik dan helemaal schuin knip en dan weer opnieuw moet stempelen. En dan, nee, dus ik gebruik gewoon altijd even deze guillotine. Tijd voor een opkikkertje. Heel simpel. Even kijken. Waar gaan we die plakken? Ja, dat kan. Dit is natuurlijk echt een hele simpele versie van de kaart die ik nu maak. Ik ga zo nog wat voorbeelden laten zien. Die ik dus al heb gemaakt. Tijd voor een opkikkertje. Zo. Dat is deze. Nou, zal ik even laten zien. Als je dus niet alle materialen hebt, dan heb je genoeg aan een jellyplate en een simpele stempel voor een fles. Want ik heb hier eentje gemaakt. Een klein voorbeeldje. Waarmee ik dus ook gewoon zonder stencil en zonder andere dingen, alleen met pan pastel heb ik die achtergrond gemaakt. En daarna heb ik gewoon zelf bloemetjes erbij getekend. Dat is ook heel makkelijk. Dit is een ander kaartje. Hier heb ik dus de washi tape op gebruikt die ik heb gemaakt. Ik weet niet of het goed te zien is. Ik zal hem even, stukjes washi tape die ik erbij heb gemaakt. Dat geeft even net een ander effect. En dat ik dus de bloem aan de voorkant van de fles heb gebruikt. En dat heb ik bij deze dus niet gedaan. Maar je kunt dus zelf ook wat steeltjes hier tekenen. Dat is ook een optie. En dan ook nog, want er is natuurlijk hele mooie zwarte en grijs panpastel ook. Ook daar kun je gewoon echt hele mooie met oprechte deelnemingkaarten mee maken. Ik heb hier wel een stencil gebruikt. De Darkroom Door stencil. Je kunt natuurlijk alle andere stencils gebruiken. Ook eventueel met bladeren of dergelijke. En heel simpel, ook een tekst met oprechte deelneming. Die is ook van van deze stempelset. De set 3. Met teksten. Dus dan ook
echt als je daar bijvoorbeeld een aantal achtergrondjes mee maakt met die grijze en verschillende soorten. En je legt het klaar. Dan heb je dus gewoon al de basis voor een kaart. Ik heb heel makkelijk de bloem erop gestempeld. Een heel klein beetje rode pampastel hier zo gegeven op de bloem. Maar verder is eigenlijk niks. Want het mag gewoon altijd een hele simpele kaart zijn. Maar het zegt al genoeg, denk ik altijd, vind ik een oprechte deelnemingkaart. Dus dat zijn een beetje de opties en verschillen en de dingen die je dus kunt doen met de jelly plate. Hier de washi tapejes voor volgende projecten, die liggen dan klaar. En je kunt ook velletjes toevoegen, eventueel een soort boekje ervan maken, zodat je verschillende washi tapejes hebt. Even kijken. Eind deze maand komen ze weer. Oh, dat is super. Geweldig, dankjewel Hella. Ja, het is echt een hele mooie bloem. Je kunt daar echt heel erg gevarieerde dingen mee doen. Je kunt hem ook lagen eventueel, dat je bijvoorbeeld twee lagen maakt. Dus, dit is het eigenlijk een beetje. Ik heb jullie laten zien hoe je dus met de pampastel leuke achtergrondjes kunt maken op de jelly plate. En ook even snel een kaartje die je ermee kunt maken. Of verschillende kaartjes, manieren. Met stencil, zonder stencil. En ik hoop dat jullie daar in ieder geval... Dankjewel Greetje. Ik hoop dat jullie daarvan genoten hebben en dat jullie het leuk vonden. En dat ik daar weer een beetje lekker ideeën mee heb meegebracht voor jullie. Om dus lekker met de jelly plate te werken. Dat je niet altijd alcohol inkt hoeft te hebben. Het is gewoon heel simpel. Een wit flesje. En gewoon bijvoorbeeld een paar kleurtjes pampastel. Daar heb je al genoeg aan om mooie achtergronden mee te maken. Neem bijvoorbeeld een stencil erbij. Helemaal prima. Dan heb je verschillende achtergronden. Dus, ik wens jullie een ontzettend fijne dag. En dank je wel, Rini. Heel erg leuk dat jullie hebben gekeken. En tot de volgende keer. Dag!